tot 9 jaar. Oké, mensen, hier gaan we! Woo! Het spookhuis. Het spookhuis, heel donker. Je ziet niet veel, inderdaad. Het spookhuis. Gebouwd er mee! Het fort. Der Haasdonk, spelers. Oké, mensen. We gaan de octopus bestrijden. En de bedoeling is dat we hierin komen. Hij is er al bijna. Wij gaan het nu doen. Goed. Even foefelen. Ik moet natuurlijk wel de deur terug goed zetten. Ik ben in het fort. Oké, ik ga even op pauze zetten. Of even knippen en ik ga de deur goed zetten. Het is zo goed als gelukt. Oké, we gaan verder. Zo. Een schildpad. Kleibaan. Daar is trouwens de deur. Ja, dat hebben we al helemaal gedaan. En dan nu, dames en heren. Gaan we in ons kamp. We gaan helemaal ons kamp. Zo. Wat denk je hiervan? Lekkere versteviging. Goed, dan gaan we even inzetten, hè. Hier, Pikachu. Pikachu. Maya! Ja! Ja! Wat denk jij dat die allemaal aan het doen zijn, jong? Ik weet het niet. Een ozel zeker? Ja. Het is hier zeker heel leuk hoor, mensen. En we zijn hier nog lang. Ja, nog even. Trouwens, SKB speelt nu op dit ogenblik. Waarschijnlijk als jullie het nu aan het bekijken zijn. Dan zijn ze niet meer aan het spelen natuurlijk. Maar Pasland Bever is nu op dit moment aan het winnen met 1-0 tegen Moes Groen. Wij zijn grote fans. Nee, ik ga zeggen, het mega speeltuin, de Joepie in Tielrode, op het Waalsmeer. In de Kom hier zeker ook naartoe. Lekker zeker eten. Als jullie dit spannende willen meemaken. Oké, we zien hier nu net iets heel raars op een bordje. Namelijk BH's. Oké. Ja, dan gaan we nu, Max, denk ik, bestanden. Even ravotten, hè. Van 4 voilà, tot 16 jaar. Eraan. Kom aan. En daar is spiegel. Hier de banden. Zullen we even doorgaan? We kunnen hier via een loopbruggetje, zoals straks ook weer, hier even tussen twee banden gaan. Aan hier kunnen we even boksen. Even ravotten. Over de rollende banden. Echt leuk.
Oké, vroeger waren hier nog twee hangmatten, ook heel leuk. Nu niet meer. We gaan nu verder. Even nog wat kinderen die hier aan het spelen zijn. Kom maar. We zitten nu op verdieping 2. We gaan richting 3. Even door de dingen. De glijbaan die we net hebben gedaan. Mila, vlug naar beneden. Oké, we zijn nu op verdieping 3. En kijk hoe diep het is. Nee, nog even diep hierover. Mila? We kunnen niet meer hoger. Oké, ja, hier nog zo'n klein dakje. Soort van. Dit is echt het hoogste van de hele speeltuin. En daar is dan de glijbaan weer. Kom helemaal naar beneden. Als je hier afspringt, ben je zeker dood. Toch, Milan? Ja, denk ik ook. Oké, we gaan even verder. Oké, hier hangt gewoon letterlijk een touw. Ik zal even langs de andere kant filmen. Kunnen jullie misschien beter doen? Serieus? Is er serieus Samson en Gertje? Kijk, hier is een touw. Ik weet niet of jullie het zien. En dan hier ballen. Om te leren shotten. Au, ah, fuck. Oké, mijn voeten nu echt zeer natte. Oké, dat gaan we ook doen, mensen. Oké, ik raak er niet op. Moment. Oké, ik ben er ondertussen opgeraakt. Maar ik weet nu echt totaal niet hoe ik iets moet doen. Weet ik niet. Hier ligt wel een fucking box. Met fucking Samson en Gert muziek. We gaan nog eens even op die ballen zitten. Nathan heeft denk ik ondervonden wat daarachter ligt. Nathan, zeg het eens. Met de zakken, kom. Oké, wacht. Hè. Goed, kinderen, we gaan, of mensen, we gaan nu terug over het dak naar beneden. Nog eens het hoogste punt. Dan gaan we nu hier over de matten. Nee, wacht, we zullen er eens onder gaan. Hè. En ik weet trouwens nog iets wat we nog moeten zien. Laten zien. En daar gaan we nu naartoe. Wat ik jullie nog wil laten zien. We zullen nu even over de loopbrug gaan. Voilà, kom, we zijn hier weg. Naar beneden. Voilà. Nu gaan we naar het legendarische smokehuis. Nee, we gaan eerst eens die banden. Hier is ook nog een hangmat. Daar is de glijbaan. Een ladder. Daar het dak voor het hoogste punt. En hier zijn banden waar we nu even op gaan. Even ravotten tot het hoogste punt. Hallo Milan! Hier zaten we er juist. Ja, dat is hierboven, hè. Dat is een licht. Oké, dan gaan we hier even liggen. Daar is ons kamp. Oftewel ons fort. En hier is een klein jongetje. Dan gaan we het volgende naartoe, hè. Oké, mensen. Hier is nog eens ons fort. En dan nu het legendarische spookhuis. Enge spookhuis. Ja, hier zijn nog wat slingers. Dan gaan we hier over een band, zoals jullie Nathan wel zien kunnen doen. En dan gaat Nathan even in het spookhuis. Want als ik erin ga, dan ga je het niet kunnen zien. Dus ik ga even mee tot ik te donker word. Er ligt een fucking licht om ons wat licht te geven. Ja. Oké, en nu kan ik niets meer zien. Maar ik zal even meegaan. Kom. Zo, voilà, we zijn eruit. Hier zien we nog wat kinderen. We gaan onze kinderen aanspelen. Hier zijn we dan. Bonjour. Op het einde van het spookhuis. Zo, we gaan terug erin. Kom die wezens. Maar het is te donker, ik kan die wezens. Er hangen skeletjes en spook. Voilà, Nathan die gaat hier nog eens zotte toeren uit te halen. Nu gaan we achter het zingen. Goed, voilà. En dan gaan we nu het laatste nog doen. We gaan
kattenkwaad uithalen. En hier achter van. Zitten de witte zakken. Ja. Hier achter deze hoge muur zitten alle witte zakken. Hier over is het spookhuis. Hier is het spookhuis nog een keer. Ja. Daar loopt een fucking meisje. En dan hier, daar is nog eens de glijbaan. Hier is de feestzaal voor de feestjes. De feestzaal voor de feestjes van kinderen. Kunnen we ook nog helemaal. We zitten in de gevangenis, help ons! Wij zitten trouwens niet hier, wij zitten in het restaurant van de Richard zelf. Maar we gaan nu nog even naartoe. Nog wat zotte kuren van Nathan. Voilà, helemaal tot boven geraakt. Voilà, en dus vergeet natuurlijk ook niet het YouTube-kanaal van Nathan zelf te checken. Nathan Vervaat. Nathan Vervaat, inderdaad. Vergeet zeker niet te abonneren. Niet vergeten te abonneren. En ja, dan kunnen jullie ook zijn filmpjes of vlogs of zo zien. Ik maak video's heel van PlayStation 4, van voetbal, dat zie je. Ik voetbal bij. Hij is aanzang. Net als mij, kijk maar. Ja, ik weet niet of jullie het zien. Boeiend. Ja, that's it. Dus vonden jullie dit nu een leuke video? Geef dan zeker nog een... In het hoogste reeks. En volgend jaar gaan we misschien provinciaal spelen. Ja, inderdaad. Dus vonden jullie dit nu een leuke video? Geef dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren, trouwens. Voor de duidelijkheid. We doen mee aan het derde beste toernooi van België. We zijn geselecteerd. De Waasland Cup. We zijn geselecteerd. En dan ook nog iets, een mededeling, nog eens voor en het zeker niet te vergeten van de wereld. Om niet te vergeten, vergeet natuurlijk zeker niet te abonneren op Nathan Vervaat.